Ja, Jurgen, voor mij ben jij wel voetballiefhebber. Denk ik zomaar, omdat je profvoetballer bent. Heb jij gekeken naar de Champions League? Ja, nee, dat, ik denk dat iedereen dat wel heeft gedaan. En, ja, als je dan Ajax ziet, dan daar heb je in ieder geval iedereen heeft daar respect voor, ik ook. Dat is knap. En ja, dat zijn momenten dat je wel hoopt dat ze winnen, maar laten we hopen dat het dit weekend anders is. Wat denk je dan? Zit je dan op de bank te kijken met een soort van angst van, oh jee, daar moet ik zaterdag tegen? Of heb je ook wel zoiets van, ja, ik vind het wel lekker om met dat niveau te kunnen meten? Nou ja, het zijn grote uitdagingen en die moet je nooit uit de weg gaan. Dus het is alleen maar leuk, denk ik. En als je tijdens die wedstrijd al bang bent, dan kan je beter niet ernaartoe gaan. Dus nee, je gaat daarmee met volle moed en ja, gewoon alles geven en dan zie je wel hoe het eindigt. Ja. En is het ook dan misschien een voordeel dat zij dan Europees nog meedoen? Of zie je dat misschien als nadeel dat ze weer wat vermoeid in de benen hebben? Want ik las een statistiek op jullie website. Ajax al 50 wedstrijden dit seizoen gespeeld en jullie maar 30. Ja, ja, kijk, misschien wel, misschien niet. Ik denk dat de motivatie voor hun net zo groot is omdat ze kampioen willen worden. Dus ja, ik denk dat ze er gewoon volle bak tegenaan gaan. Ze zijn het wel gewend en professioneel genoeg. Dus ik denk wel dat ze er klaar voor zijn. En, kijk, ik hoop het wel. Ik hoop dat ze moe zijn. Maar ja, ik denk dat ze gewoon volle bak kunnen gaan 90 minuten. Procentje, weet je wel, dat zou ik denk dat jullie daarna vast moeten houden. Want als we eerlijk zijn, als we slechts tegenover elkaar overzetten, ja, zijn jullie natuurlijk gewoon kansloos. Ja, maar je moet gewoon van je eigen kracht uitgaan. En je moet gewoon een tactiek verzinnen en een strijdplan hebben om het hun moeilijk te maken. En daar train je de hele week op. En ja, of ze dan wel of niet moe zijn, je moet gewoon dat plan moet je goed uitvoeren. En dan kan je het ook Ajax moeilijk maken. En ja, vaker gaan mensen daarom lachen als je dat zegt. Maar je gaat er naartoe en met het gevoel van je gaat daar gewoon goed resultaat halen. En, wij doen dat ook. Dus zoals ik al zeg, we hebben een hele week hebben getraind. En laten we hopen dat het eruit komt. Ja, dat scorende vermogen. Ik denk dat zeker tegen een tegenstander als Ajax, ja, dat ieder kansje moet gewoon zitten. Ja, nee, ik denk dat het is duidelijk dat we best moeite hebben om die bal erin te schieten de laatste tijd. Ik heb er zelf ook last van. Maar elke wedstrijd is een nieuwe kans. Dus we gaan het zien. En ik hoop dat we de ballen gewoon erin gaan schieten. Ja, want de spitsen krijgen dan een beetje de schuld bij Excelsior. Maar inderdaad, voor mij ongeveer de meeste kansen tegen Jurgen Matthijs bij Excelsior de laatste weken. Ja, misschien ook wel de grootste. Heerenveen, Groningen. Ik denk vooral bij Groningen dat bij mij de rust een beetje ontbreekt. En Heerenveen was gewoon echt... ik kan nog steeds niet geloven dat ik die mis. Maar bij Groningen ontbreekt gewoon de rust. En ik denk dat ook daar is aan gewerkt. Want het gebeurt best vaak de laatste tijd. Dus ja, ik hoop dat ik wat meer geluk heb en wat rustiger blijf in de situatie als het morgen weer gebeurt. Ja, ik denk ook niet dat Haan nog weet dat hij mat. Maar het is wel zo, voetbal is een raar spelletje. Hè? Want gaat die bal erin, weet je wel, gaat Haan iets later naar de grond, krijgt hij hem niet tegen zijn voeten. Ja, winnen jullie misschien wel, schiet Kolwak erin, weet je, dan hebben jullie de trainer nog. Het is, ja, daarom blijft voetbal. Ja. En kunnen jullie zomaar stunten bij Ajax? Ja, maar het is wat je zegt. Voetbal is voetbal en er gebeuren rare dingen. En ik ben het me... Ja, zelf ben ik er ook van bewust als ik de bal tegen Heerenveen en Groningen erin schiet. Durf te zeggen dat je dan 100% die wedstrijd nog wint. En dat gebeurt niet. Laten we hopen dat we gewoon morgen daar een goed resultaat halen op welke manier dan ook. Ricardo Moniz, Adrie Poldervaart was altijd druk op de trainingen aanwezig. Ricardo Moniz kan er ook wat van volgens mij. Ja, op een hele eigen manier, maar ook aanwezig. En die probeert de druk er ook op te zetten. En, ja, ik denk dat wij dat als groep zeker nodig hebben. En het is een andere manier. Ook aanwezig, nieuw, fris. Dus laten we hopen dat het werkt. Op welk voetbalgebied dan een andere manier? Ja, toch een beetje. Je hebt natuurlijk verschillende speelstijlen. Elke trainer heeft een andere manier. En de een die heeft zet wat liever wat hoger druk. De ander is ook wat liever in. En we gaan morgen zien hoe we het gaan doen. En we hebben een aantal dingen getraind. Dus nu is het kijken wat het beste is voor ons. Veel spelhervattingen zag ik ook. De nieuwe topscorer staat hier. Nou, ik zou het niet erg vinden, maar ik moet eerlijk zeggen, het zou ook wel lekker zijn als andere mensen die bal erin schieten. En, ik denk dat we bij Heerenveen en bij Groningen is het toch een doodstel speelmoment wat de wedstrijd kan bepalen. En die gaan er niet in, dus ik denk dat het goed is dat we de aandacht aan besteden en dat het een soort automatisme wordt. En, zoals ik al zei, ik hoop dat ik wat rustiger ben als ik de kans daar krijg en hem er nu wel in ga schieten. Ga je vanavond naar NAC Emmen kijken? Ja, ik ben het wel van plan. Ik weet niet of ik het vol ga houden qua spanning, daar heb ik nooit zo'n last van. Maar elk resultaat is eigenlijk slecht voor jullie? Ja, eigenlijk wel, maar als je het zo bekijkt mag NAC wel verliezen van mij.
Ja, want dat is de eerste zorg, denk ik, hè? Dat NAC niet boven jullie komt. Nou, ik denk dat je realistisch moet zijn. En we stonden net na de winter, was het omhoog kijken. Nu is het gewoon omlaag kijken. En we hebben tegen NAC hebben we een slechte beurt gemaakt, waardoor ze dichterbij kwamen. Dus ja, laten we hopen dat ze niet nog dichterbij gaan komen.